een dag met een lach, want uw contract is met 1 jaar verlengd. Wat was uw motivatie om te verlengen bij Feyenoord? Ja, in eerste instantie, ik heb het hartstikke naar mijn zin, maar dat ligt natuurlijk niet alleen bij mij. Dat ligt ook bij Feyenoord of zij ook dezelfde gevoel hebben met mij dat ik met hun heb. Ik vind dat ik, we zijn iets minder dan 2,5 jaar geleden ben ik daarin gestapt. En ik denk dat we heel goede stappen gemaakt hebben in alle gelegenheden wat aangaat mijn portefeuille. Zoals de eerste helft al uiteraard, een nieuwe coach, staf en cetera. En dan richting scouting en onze academie. En ik vind dat, dat we goed op weg zijn. En dat is iets dat ik nieuwsgierig ben om toch te kijken hoe we dat verder kunnen ontwikkelen in de goede richting. U heeft heel veel ervaring. Waar bent u dan nog nieuwsgierig naar wat er kan gebeuren? Nou, er kan altijd iets gebeuren. Hè. Dus je moet, en dat is ook enig ook de leuke bij voetbal, maar soms ook niet zo leuk. Omdat je bent daar en dat gaat goed en opeens gaat het niet meer goed. Waarom gaat het niet meer goed? Je verliest een paar wedstrijden en dingen. Maar wat voor mij, en dat is natuurlijk niet alleen als je wint of verliest. Dat gaat voor mij over hoe zijn we eigenlijk bezig. We hebben een plan gemaakt en dan gaan we dan proberen uit te voeren zo goed mogelijk. Dan gaan we het bijstellen, links en rechts. Dus dat is voor mij natuurlijk die nieuwsgierigheid die ik heb. Kunnen we dat met z'n allen? Gaan we die richting uit? En is dat de juiste richting? En tot nu toe vind ik dat we goed op een goede lijn zitten daarbij. En nou ja, we zijn al lang nog niet klaar. Dus daarom is dat is een van de redenen waar ik in ieder geval heel graag bij Feyenoord zou willen nog een jaar voorzitten. U omschrijft net die periode van de afgelopen 2,5 jaar. Waar zit het in dat qua gevoel dat jullie op de goede weg zijn? Nou, dat zit eigenlijk in veel dingen. Maar vooral is natuurlijk. Ik voel dat een hartstikke goede sfeer is in de voetbalafdeling overal. Heel veel positieve dingen gebeurt. Als je bijvoorbeeld gaat over onze academie, waar we daarmee bezig zijn, met onze filosofie. Om dat in te brengen bij de coaches, bij de spelers. Ga naar de scouting, die vrij nieuw is, omdat we zijn begonnen 1 mei. Dus minder dan een jaar geleden. We zijn goed op gang daar ook. En uiteraard. De komst van Arne Slot, denk ik, is heel erg belangrijk voor Feyenoord, voor ons geweest. Zijn nieuwe manier van voetballen. Ja, je kan winnen, je kan verliezen. Maar die intentie is er altijd om het publiek te vermaken. Die spelers te laten voetballen zoals zij het ook leuk vinden. En dat kost natuurlijk heel veel kracht. En dat wil zeggen, ze moet hard werken. En dat zie ik iedere dag. Omdat ik ben natuurlijk vaak bij de training en zo. En dat is dingen waar ik zeg, ja, dat is iets waar ik... Waar ik eindelijk heel erg blij ben, die laatste, vanaf de zomervakantie. U heeft verlengd met 1 jaar. U ligt dus vast tot de zomer van 2023. Dat is een korte periode. Waarvoor heeft u specifiek gekozen voor 1 jaar? Nou, dat hebben we bij beide. Kijk, het Feyenoord, dat zit natuurlijk altijd in de gesprekken wat we gehad hebben. We hebben nu eindelijk 4 gesprekken gehad sinds 2 februari. En uiteindelijk is daarvoor gekozen. En ik heb daar helemaal vrede mee. Ik vind het prima. Omdat, als wij voor een of andere reden niet door willen met elkaar, ja, dan is het over een jaar, dat is dan overzichtbaar. En ik ben er nu 2,5 jaar, dus dan wordt het dan 3,5 jaar. En daar kijken we wel in de nieuwe jaar, 2023, of wij samen door willen gaan of niet. Voelt het ook fijn omdat het een korte periode is, zodat je dan altijd een bewijsdrang hebt? Nou, dat heb ik sowieso altijd. Omdat ik denk dat of je nou 5 jaar of 1 jaar hebt, dat maakt niets uit. Omdat je moet jezelf uitdagen iedere dag. En dat is namelijk wat voetbal ook is. Dat is natuurlijk een ongelooflijk levende bedrijf, stak. Omdat er gaat. Ik zeg het altijd, als we winnen, dan is het dat is veel beter voor mij om te werken. Omdat dan heb ik rust. Wat dat betreft. Maar je kan ook 2 keer verliezen, je kan dat doen. Ja, en er kan van allerlei dingen gebeuren met schorsingen, met geblesseerde spelers. Binnenkantpaal, buitenkantpaal en zeer dan zeer, weet je wel. En dan moet je daar aandacht aan geven. En dan mag het voetbalbedrijf en het leven als voetbal in de voetbal, dan mag het heel kleurrijk. En dat vind ik juist leuk. Met mijn ervaring ook daarbij.
vind ik dat leuk om. Ik heb alles meegemaakt. En goede tijden en slechte tijden. Dus wat dat betreft is er voor mij, ik denk, heel belangrijk om juist wat ik in het begin zei over die plan wat wij gemaakt hebben. Die structuur wat we erin ingezet hebben, die filosofie hoe we willen gaan voetballen en hoe we willen gaan werken, dat die ook bewaar wordt. Dat wij zorgen voor dat wij er ook doet. En dat is iets, of je wint of verliest, dat staat buiten dat. Dat gaat over, wij zijn het mee eens, dat is de weg die we gaan, ja, en daar gaan we dan.